We staan aan de vooravond van de nieuwe verkiezingen. En dan zie je ook dat er een kentering heeft plaatsgevonden in hoe die verkiezingen of hoe mensen worden benaderd. Want we hebben het vaak over van de politiek wordt nu wel heel persoonlijk gemaakt. Het gaat allemaal over de mensen. Maar was dat echt anders, laten we zeggen, 30 jaar geleden of zo? Nou, 30 jaar was alles minder persoonlijk. Dus als je minister was, was je allereerst minister. En dan was je ook nog een persoonlijkheid. En nu ben je gewoon een persoon. Of je minister bent, dat staat op de achtergrond. Dus mensen worden heel erg persoonlijk aangevallen in de politiek. Het gaat heel vaak over persoonlijke kenmerken. Ja. Alles is persoonlijker geworden. Ja. Ook mag Wilders eindeloos over zijn poesje vertellen bij Eva Jinek. Ja. Het lijkt er wel op dat mensen die zich, zeg maar niet rechts van het midden, maar iets rechtser daarvan, dat die zich beter te profileren, zichtbaarder zijn en daardoor ook meer omstreden, meer besproken. Kan je dat verklaren? Waarom zijn volgens mij is het ook wel logisch, omdat heel veel, we leven in een wereld waar heel veel veranderingen plaatsvinden. Is de globalisering van de afgelopen decennia natuurlijk. Maar ook vluchtelingen, asielzoekers. En die gaan eigenlijk allemaal terug op, volgens mij, op steeds hetzelfde. Je leeft in een omgeving die je vertrouwd is, waar je je thuis voelt. En die gaat veranderen op allerlei manieren. Ja. Dat je toch het gevoel krijgt, heel veel mensen eisen iets op, maar mij wordt iets afgenomen. Mm-hmm. Mensen betrekken nu eigenlijk heel veel op hun eigen kleine wereld. Ja. Maar daardoor raakt die grote wereld ook een beetje uit zicht. En waar dan meer links van het midden is bezig met klimaatcrisis, met allemaal dingen die een soort inspanning vereisen die best wel abstract is. Ja. Hè, want ja, wie weet er echt veel over klimaatverandering. Mm-hmm. Dan heb je wel het gevoel, je moet wel een warmtepomp in je huis zetten. Ja. Kost €30.000. Ja. Weer een last verder. Terwijl die abstracties, ja, daar is ook niet heel hard aan gewerkt om dat bij jou te laten indalen, hoe belangrijk dat is. Dat wordt je voor heel veel mensen, voor hun gevoel, opgelegd. Is het misschien ook zo dat wij niet zo goed begrijpen wat er geopolitiek aan de hand is? En wat dat ook gevolg gaat hebben voor Nederland? Ik denk het grootste probleem is volgens mij toch dat mensen zijn, even een grove streek. Mensen zaten vroeger in een vorm van gemeenschap, in een zuil, hè, heette dat. Dus was je toch omringd door mensen die ongeveer zo dachten als jij. En had je dan nog een zuil en dan riep je af en toe iets lelijks tegen. Of gooi je die spijkers op de weg als de VARA-leden langskwamen. Dan hadden ze lekker banden, weet je wel. We moeten het niet idealiseren, het verleden. Ja. Dat ging hard en toe. Ja. Maar mensen voelden zich wel een beetje stevig omringd door hun omgeving. En dat is denk ik een hele menselijke behoefte die door individualisering een beetje miskend is geraakt. Dat mensen zich ook ergens een soort verbanden willen voelen. Maar goed, het is wel zo dat, ik weet niet of je dat herinnert, in 2013 was de participatiesamenleving, heette zeker, dat. Zeker, ja. En dat was toch een beetje een vuige leugen. Want de overheid trok zich heel erg terug. Mm-hmm. Zoiets van, weet je, wij gaan hier niet over. Lekker mensen in hun eigen kracht zetten. Ja. Maar daar besparen wij geld mee. Dat is eigenlijk gewoon bezuinigen. Ja. Maar dan gaan jullie elkaar weer voor elkaar zorgen. Dus dat wordt de gemeenschapszin, komt terug. Dus die staat heeft gezegd, van, zoek het zelf maar uit, omdat maar even bot te zeggen. Nou ja, die gaf het geld. En minder geld. Mantelzorg, subsidies voor mantelzorg afgeschaft, bibliotheken, muziekscholen. En dat was best wel een vuile streek. Dus mensen voelen zich ook best wel bedrogen, denk ik. Dat anti-overheidssentiment komt daar een beetje uit voort. Maar ik denk dat het mes aan twee kanten snijdt. Dat aan de ene kant was laatst weer zo'n rapport over juist al die polarisatie in de samenleving. En dat had eigenlijk twee conclusies die je steeds ziet. Aan de ene kant was het zo van, ja, de overheid heeft die burger ook echt op essentiële punten vaak in de steek gelaten. Toeslagenaffaire, Groningen. Dat is denk ik absoluut waar. Aan de andere kant waarschuwt het rapport voor mensen die alleen maar hun eigen gelijk aan het opeisen en zich eigenlijk verzetten tegen überhaupt iedere vorm van democratie. Dan heb je de extreme, dat is de Lijn Baudet. Hè? Ja. Dat heeft hij ook vaak in. Dat zijn de extreme kanten, maar die hebben ook nog bij elkaar opgeteld best veel aanhang. Ja, maar dat zijn eigenlijk de nihilisten, kun je toch zeggen? Ja, maar je kunt zeggen, wil je de dingen beter maken? En dan kan je iemand als Omtzigt zeggen, we gaan het beter maken. We zien dat het systeem op alle manieren hapert of niet goed werkt. En wij gaan proberen te zorgen, dan moet je nog maar waarmaken, maar om het beter te maken. Maar je kunt ook zeggen, het deugt allemaal niet. En het zou eigenlijk precies zo moeten zijn zoals ik wil. Dus dat zijn die twee kanten. En meestal gaan mensen altijd over één kant, dus namelijk het gebrek van de gebreken van de overheid of de burger als verwende diva. Mm. Maar het is allebei. En dat wordt wel eens vergeten.